welkom bij mijn zaterdagstukje van zaterdag 10 oktober 2020. Dit stukje heet Een verhaaltje. Ik weet nog een van de eerste verhalen die ik schreef. Ik moet een jaar of 7 zijn geweest. Het was een allegaartje van losse zinnen en opeenvolgende situaties. Het ging over een huis dat in brand stond. En waar mensen bij aankijken waren hoe het vuur gedoofd werd door brandweerlieden. Intussen kwam tegelijkertijd Frits thuis van zijn reis. Hoe de brand is veroorzaakt, dat staat nergens beschreven. Ook niet waarom Frits ineens terugkomt of wat zijn reis heeft ingehouden. Enkel de mensen reageren op het terugkeren van de mysterieuze Frits. Blijkbaar was het enthousiasme op Frits voldoende om de brand te vergeten. Nu heb ik die tekst niet meer en kan ik enkel teren op de herinnering aan dit verhaal. Hoe de tekst geschreven was, weet ik niet meer. Ik weet niet eens of het wel een leesbare tekst was. Voor hetzelfde geld heb ik op het toetsenbord getikt en heb ik een betekenis gegeven aan de chaos van letters en lettertekens die ik had veroorzaakt. De hele reden dat ik het onthouden heb, komt volgens mij omdat ik heb geprobeerd het plot aan mijn vader uit te leggen. Die vond mijn eerste roman niet de moeite waard om uit te printen of op te slaan. Het zou nog jaren duren voor ik begon met het schrijven van verhalen en daar nog een tijd voor ik mijn columns of zaterdagstukjes zou beginnen. Maar elk van die verhalen heeft bijgedragen aan dat ik nu kan schrijven. Misschien als Frits mooi teruggekeerd was van zijn reis of de huizen niet in brand hadden gestaan, had ik nooit de drang gehad om het te verbeteren. Of misschien heb ik op het moment dat ik het onleesbare verhaal schreef wel voor het eerst besef gekregen dat er iets is als het omzetten van fantasie en gedachten in tekst. Dat schrijven niet enkel voorbehouden was aan schrijvers, maar aan iedereen. Maar zoals ik al zei, het verhaal had niets. Geen waarde en nauwelijks iets wat op plot te noemen valt. Het was ontsproten aan een kinderbrein dat al lang doorgegaan is. En als volwassene vergeet je soms wel eens hoe fantasierijk kinderen kunnen zijn. Nu ga ik niet zeggen dat ik geen fantasie heb. Er is geen spel dat ik spelen kan, geen boek dat ik lezen kan of een film die ik kan zien zonder een eigen verhaal aan vast te maken. Elk van de verhalen probeer ik in te passen in een enorm universum waar mijn eigen personages dan doorheen wandelen. Zo ben ik niet enkel een toeschouwer bij het lezen, maar moet ik soms een boek waar ik in bezig ben opzij leggen om te besluiten hoe mijn eigen verhaal verder gaat met een nieuwe kennis. Dit heb ik altijd al gedaan. Maar zelfs dan vergeet ik hoe fantasierijk een kinderbrein kan zijn. Afgelopen maandag waren mijn broertjes jarig en ik ging naar mijn oudste jongere broertje Tigo om zijn cadeau te overhandigen. Zodoende zag ik mijn neefjes ook even. Melle, die net 14 maanden oud is en appel wilde voor haar naar bed werd gebracht. En Verde, die enthousiast was mij te zien en dus ook eigenlijk wat langer op mocht blijven. Na aandringen van zijn vader en van ons was Verde wel bereid een verhaaltje te vertellen. Terwijl hij zijn stem dramatisch liet dalen en op spannende momenten luide uitroepen deed tijdens de hoogtepunten, vertelde hij zijn verhaal. Krokodillen, dinosaurussen, koeien en boten die naar het verre Duitsland gingen. Alles kwam voorbij, tot uiteindelijk alle dieren besloten elkaar op te eten. Een verhaal als ik nooit zou kunnen bedenken. Zelfs als ze mijn best te doen. Ik hoop dat Frits snel gaat schrijven, zodat anders dan Frits en het vuur zijn verhalen van eeuwig gelezen zullen. En ik heb nog een. Nou, laatste dan. En giraf springt ze oelala. En toen was er wat gebeurd en toen zag er direct die giraf van die leeuw af. Nah. Alleen maar in zijn nek. Maar hij heeft hem niet doodgebeten. Oh, gelukkig. En toen? En toen was er een takelbakerbeest.
Bij de T-Rex. Ja. En die heeft de giraf weggezet. Je had de AMWB. Alles wordt samen. Ja. Goed hoor. Ik vind het knap. Ik vind het een mooi verhaal. Ja, vind ik ook. Als je kan schrijven. Vind ik leuk. Verder. Als je kan schrijven, moet je het maar opschrijven. Wat? Nou, dat verhaal. Dat verhaal. Als je straks in school gaat, wil je schrijven. Dan kan je het verhaal opschrijven. Heb je nog één en tekening erbij? Dit was mijn zaterdagstukje. Graag tot volgende week. Heel spannend. Opeens zat er een biepman op de start. En toen mag hem op de T-Rex zo hier. Nou, hou maar op hoor, ik kan niet slapen vannacht. En toen, wat ging die T-Rex doen? T-Rex. Ja, die T-Rex waren ze ook en heel veel dieren van die enge T-Rex. Die was heel eng. Oh jee.